ontslagen. Basiskennis, hè? Luister, het is goed, hè, Zeuteke. Ik word de nieuwe liedzangeres van Skills. En ik heb de jongens veel meer te bieden dan jij. We hebben Skills samen opgericht, zodat we met vier muziek konden maken. Ik sta hier in de catacombe van de Schouwburg, waar hier boven mij gisteren de grote goochelaar Vladimir Kopinski in première ging met zijn gloednieuwe show. Iedereen spreekt over de spectaculaire verdwijntruc waarmee hij zijn show beëindigde. De assistente die hij liet verdwijnen is namelijk nog steeds niet teruggekeerd. Hij moet vandaag alles goed doen. Hij kunt u geen fouten veroorloven. Anders krijgt hij uw goochellicentie kwijt. Ja, merci voor de info, Quinten. Tot straks. Is er nog geen spijt dat hij niet is meegekomen? Oh, nee, alle gegoochel is toch niets voor Quinten. Nou, en daarbij, Quinten, dat is iets van goocheltrucs direct, dus dan is de fun er ook wel aan. En wat er nog te vertellen? Dat we vooral goed moeten opletten tijdens de verdwijntruc zelf. Ja, daarvoor zijn we hier, en Camille. Ja, voilà. En volgens Quinten is de ticketverkoop met 20% gestegen sinds het verdwijnen van die assistenten. Amai. Ja, dan is alles de moeite om een assistente te laten verdwijnen. Goed dat je papa nog aan tickets kon geraken, hè, Camille. Vanya, je hebt me goed liggen. Genoeg verstappertje gespeeld. Kom terug. Ze laten verdwijnen is gemakkelijk. Maar ze terugtoveren, dat is precies zoiets anders. Dat is niet grappig, Julie. De assistentes van tegenwoordig, ze nemen hun vak niet meer serieus. Zo kun je het wel stellen. Ze zijn jong en ze willen wat. Dat mag allemaal geen moeite kosten. Doe dat weg. Wie kan het niet? Probeert jij het eens? Luister. De zaal is al open, de mensen komen binnen en ik heb nog steeds geen assistent. Ik heb echt totaal geen honger, oké? Zeg. En als ik dat kleedje niet eens aandruk, hè? Gij, denk je dat je daar nog in kunt, of wat? Zeg, ik zeg dat alleen maar om u uit de nood te helpen. Ik heb u nodig achter de schermen om alles te regelen. Wat valt er te regelen? Er is niemand om te laten verdwijnen. Ik vraag wel iemand uit het publiek. Jij meent dat? Wat heb je aan assistentes? Die lopen toch altijd maar weg. Cool, hier kun je keigoed zien. Daar heeft die papa goed voor gezorgd. Zeg, en hoe denken jullie dat hij zijn assistentes laat verdwijnen? Met geld in de vloer? Misschien een dubbele bodem in de kist? Sowieso draait het allemaal om illusie, hè? Met spiegels en zo. Yeah, right. Quinten? Dik in orde, Camille. Ik kan perfect meevolgen. Als ik niet in slaap val, tenminste. Welkom, dames en heren, in de grote Kopinski Show. Vandaag breng voor u magie en van alles anders met u.
Deze show is opgedragen aan mijn assistente. Vanya, deze is voor jou. Zeg eigenlijk, ik snap echt niet dat er iemand die een gast vertrouwt. Vandaag is Vanya, wie is het morgen? Wat? Vanya is een schone madame, zij van alles erop en eraan. Ik heb haar leren kennen. Vanya, Samantha, Cindy, Victoria, Valeska, Tina. En niemand die dus weet waar ze zijn, hè? Ik snap echt niet dat er nog iemand bij die gast wil werken eigenlijk. Dames en heren, deze kist is een gewone kist. Geen dubbele bodems, geen achteruitgangen, geen magneten, geen koorden, zelfs geen spiegels. Ik zoek een moedige jonge dame die zich durft te laten verdwijnen door mij. Wie durft? Ik moet u ook vertellen, het is een truc niet zonder risico. Dat is de beste manier om te gaan. Dames en heren, geef deze moedige jonge dame een onwaarschijnlijk applaus, terwijl zij met van de kop. Doorara! Welkom, jonge dame. Hoe is uw naam? Lara. Lara, dames en heren. Lara, hebben wij elkaar ooit al ontmoet? Nee. Dit is de eerste keer. Hebben wij iets afgesproken, Lara? Nee. Dus, dames en heren, al wat u gaat zien is echt. Lara, mag ik u vragen om plaats te nemen in deze kist? Dames en heren, aanschouw dit magisch spel. Zij kan daar niet meer uit. Ik ga één keer ronddraaien met deze kist. Ik zeg de machtige magische woorden. Simsalakobinski. En aanschouw. Geëerd publiek. Lara is... Denk het. Is er Lara dan? Ja, die vinden we wel backstage. Wat is de bedoeling? Van wat? Nee. Jullie lopen al heel de tijd achter mij aan. Ja, maar daar hebben wij een reden voor. Ik ben benieuwd. Nou, wij weten wat jij wil. Jij bent een muzikaal talent. En dat mag niet verloren gaan. Nee, jij wil optreden. Maar je kiest voor de verkeerde band. Ja. De foute band. Een bende losers. Scheidluizen. Buskoppen. Drop jojo's en computerteletubbies. Oké. Wacht heel even. Wij zijn nog niet uitgepraat. Nee. Wat we willen zeggen is... Zij bakken er gewoon niks van. Juist. Maar wij daarentegen. Ja? Wij kunnen jou iets bieden dat je echt gaat verleiden. Zeker weten. Zie je? Wij hebben namelijk zelf ook een bandje. Een muziekbandje, weet je wel? Goh. Ja.
Wat anders? Ja, dus gewoon coole muziek. Wat voor muziek? Ja. Gewone... Ja, in ieder geval beter dan de kleffige zaak van Skills. Welk genre? Rock en roll, rock en roll. Ja. Wij maken rock en roll. Rock en roll. Mm-hmm. En hoe heet dat bandje van jullie dan? Rock en rock en rock school. Rock school, ja. Rock school. Wij heten Rock School. Ja, razend populair in Nederland. En omgeving. Ja? Ja? Kan ik jullie dan eens aan het werk zien? Van mij wel. We zouden wel willen op zich, maar... We hebben een nieuwe liedzangeres nodig. Voor onze comeback. Jij dus. Dus. Jullie vragen aan mij om jullie nieuwe liedzangeres te worden. Verkocht. Je moet je niet ongerust maken. Je vriendin zit gewoon nog in deze kist. Wacht, ik zal hem openmaken. Hij is leeg. Leer. En waar komen en Lara dan? Ja, normaal, er is de dubbele wand, maar de dubbele wand is weg. Antwoord dan alsjeblieft, hè. Maar als je mijn voeten aan het spelen bent, ik kan er echt niet mee lachen. Ik zweer je, daar komt er niet goed vanaf, ze. Lara? We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Lara? Wie heeft iets ontdekt dat niet mocht geweten zijn? Niks in de mouwen, niks in de zakje, niks, oké? Hallo?